allereerste Mini Cooper S hybride. En ja, ik ga hem even voor jullie starten, want je hoort hem dus niet. Nu zijn we gestart en we gaan even een rondje maken. Uiteraard is deze Mini ook voorzien van enorm veel opties. Zoals bijvoorbeeld het head-up display, dat is het schermpje hier voor me. Daar zie ik dus op hoe hard dat ik rijd. En als je bijvoorbeeld de navigatie instelt, krijg je daar ook navigatieinstructies. En bij instellingen kun je zelf aangeven wat je graag wel en niet wil zien. Super handige optie. Ook een multifunctioneel stuur is fijn. Daar zit een cruise control op en een limietknop. Die limietknop is handig als je graag zelf de controle wilt houden. Kan je dus indrukken en dan moet je wel nog zelf gas blijven geven, maar hij gaat dus niet harder dan nu bijvoorbeeld 50. Het scherm is een touchscreen, dat is ook iets van de nieuwe modellen. Hij heeft ook Apple CarPlay, en stoelverwarming, automatische airco, een panoramadak, ook super fijn. Die zal ik even voor jullie openen. Hij kan dus op kiepstand en hij kan helemaal openen. Dan heb je toch nog een beetje een cabrio gevoel en dan ook nog de ruimte van een coach map. Ook op het gebied van veiligheid is deze Mini echt top. Zo heeft hij bijvoorbeeld een remingreep. Dus als je een botsing zou gaan maken, dan remt de Mini vanzelf. En een parkeerassistent, dus hij kan automatisch inparkeren. En een achteruitrijcamera, ook super fijn. Dus parkeren en manoeuvreren moet geen probleem zijn met deze Mini. Verder heb je ook nog een e-drive modus wat je kunt inschakelen. Dan kun je dus zelf zeggen of je volledig elektrisch wil rijden, gecombineerd of alleen op benzine. Wij raden eigenlijk aan om hem gecombineerd de gecombineerde stand aan te houden, want dan kun je toch nog gewoon lekker veel kilometers rijden en dan rij je ook erg zuinig, want als je hem alleen op elektrisch zet, dan kun je maar 25 kilometer rijden. Dus gecombineerd raden wij aan. Ook heeft deze Mini leren stoelen. Kun je misschien nu niet zo goed zien, maar de achterbank wel. Ja, het is gewoon allemaal heel comfortabel. Ik ga nu even de gas indrukken en dan kunnen jullie zien hoe snel dat die is. Hij heeft echt een enorm snelle koppel. Ik zit nu al op 90, maar ik kan hier niet zo hard rijden. Dus om het echt een keer te voelen, moeten jullie zelf maar een keer een proefrit komen maken. Want ja, het is echt een van de snelste Minis waar ik ooit in heb gereden. Dus echt een topper. En wat ik jullie ook nog even wil laten zien, ik heb nu een stukje gereden met de Mini, is hoe zuinig dat hij eigenlijk is. Voor een Cooper S al helemaal, want hij verbruikt dus nu maar 4,4 liter op 100 kilometer. En nu we bijna terug zijn van het rondje, staat hij zelfs op 3,2 liter op 100 kilometer. Dat is pas zuinig rijden.